Hallo allemaal, alles goed met jullie? Weer een nieuwe video die heet Curry Pakora. Ik ga aan jullie laten zien hoe Curry Pakora maken en welke ingrediënten hebben wij nodig. Eerste voor de lassi hebben wij nodig yoghurt en water 1600 ml. Komijnzaden halve theelepel. Kurkumapoeder halve theelepel. Linzenmeel 3 eetlepel. Zonnebloemolie 2 eetlepel. Voor het curry masala, welke ingrediënten hebben wij nodig? Chilipoeder 2 eetlepel. Kurkumapoeder 1/4 theelepel. Gemalen korianderzaden 1 eetlepel. Zout. Tomatenpuree 1 theelepel. Zonnebloemolie ongeveer 6 eetlepel. Gedroogde fenugreek bladeren, halve eetlepel. 1 grote uien of 2 medium. Knoflook 3 teentjes. Verse koriander 1 eetlepel. Doe yoghurt in de blender. Voeg linzenmeel toe, blender. Voeg 1 liter water en weer nog een keer blenden. De lassi is helemaal klaar. Doe 2 eetlepel in de pan zonnebloemolie. Voeg komijnzaden toe. Voeg kurkuma poeder toe. Als het een beetje gebakken is en verkleurd is, voeg de lassi toe. Voeg de overblijven 600 ml water toe. Zet de pan nu op het hoge vuur. Blijf het roeren, laat niet los. Als het staat te koken en 2 tot 3 keer heeft geborreld, roer dan snel. Intussen snijd de uien. Doe die uien in de andere pan. Voeg olie toe. Lassi is klaar, laat het dan rustig koken op middelhoge vuur. Stamp de knoflook fijn. Voeg die knoflook toe in de pan. Voeg kurkuma poeder toe. Voeg chili poeder toe. Voeg zout toe. Voeg tomatenpuree toe. Voeg gedroogde fenugreek bladeren toe. Voeg verse koriander toe. De curry masala is klaar. Schenk de lassi in de curry masala. Roer het goed. Roer het goed, laat het 5 minuten koken op middelhoog vuur. Vervolgens kook je het voor 10 minuten op lage vuur. De curry is helemaal klaar om te serveren. Ik hoop dat jullie kan lekker vinden en kan jullie makkelijk vinden om te maken. Probeer gewoon, als je vragen altijd moet je stellen. Dankjewel, hele fijne dag verder. In de vorige video kun je zien hoe ik pakora heb gemaakt.